Het is vandaag maandag 3 augustus en vandaag ga ik weer een What I Eat in a Day opnemen. Deel 2. Er kwamen echt hele leuke reacties op het eerste deel. Dankjewel daarvoor. Ik vond het ook zo leuk om op te nemen. Dus bij deze deel 2. Ik ga je laten zien wat ik 's ochtends aan ontbijt eet, als middageten en avondeten en natuurlijk alles ertussenin. We gaan beginnen met het ontbijt. Ik ga iets maken wat ik al heel lang niet heb gegeten, maar ik ineens weer trek had. Pannenkoekjes op basis van havermout en banaan. Daar gaan we. Deze pannenkoekjes zijn op basis van havermout en ik heb gewoon de goedkoopste havermout uit de supermarkt. En ik heb daarvan 100 gram en die ga ik fijn malen tot havermeel. En dat doe ik in deze hakmolen. Ik zal hieronder de link plaatsen waar je deze ook kan kopen. Ik raad hem je echt aan. Het is dus 100 gram havermout. Het is nu helemaal fijn gemalen en daar gaat een banaan bij. En idealiter gaat daar een hele rijpe banaan bij. Maar ik heb helaas alleen maar hele verse bananen. Maar dat moet ook goed gaan. Alleen worden ze iets minder zoet. En verder doe ik er 180 ml plantaardige melk bij. Ik heb ongezoete sojadrink. En verder gaat er een halve teaspoon met vanille-extract bij. En een halve teaspoon met kaneel. En dat doe ik vervolgens in de maatbeker, want dat schenkt wat makkelijker in de pan. En dan doe ik wat kokosolie in de pan. En dat ga ik met een bakkwastje even goed verdelen over de hele pan. En dan schenk ik hier het beslag in de pan. Ik begin met 3 pannenkoekjes. Ze lopen vanzelf uit. En dan ga ik ondertussen een karamel maken voor over de pannenkoekjes heen. Is echt heel eenvoudig. Daar heb ik maar 2 ingrediënten voor nodig. Namelijk tahin, oftewel sesampasta en maple syrup. En deze is het laatste beetje. Deze kocht ik bij de Aldi. Een beetje eyeball. Ik doe gewoon... Nou, dit is wel een flinke eetlepel maple syrup. En daar gaat ook ongeveer een eetlepel aan tahin bij. En dat meng ik met een garde. Ik heb er een heel klein beetje water bij gedaan. Dan deze structuur krijgt. Dit is net karamel. Het is zo lekker. Als je ziet dat de buitenkant van de pannenkoekjes een beetje beginnen te kleuren en droog worden. Dan is het tijd om ze om te flippen. Oeps, een klein beetje aangebrand. En ik doe er gewoon een 1/4 al bij. En natuurlijk hoort er ook koffie bij in de ochtend. En water. Ik ga een hele lekkere snack maken en dat is voor straks, want het gaat namelijk in de vriezer. Daarvoor heb ik nodig wat dadels. Het beste kun je met Joule dadels nemen, maar die heb ik niet in huis. Deze zijn ook prima. Ik maak er een stuk of 10. En die dadels die ga ik door de midden snijden, maar niet helemaal door, zodat je ze kunt vullen. En dan ga ik ze vullen met pindakaas. En ik heb het zelf het liefst 100% pindakaas. Dat bestaat uit niets anders dan pinda's. En dat moet je wel even goed doorroeren, want bovenop zit altijd een laagje olie. En dan neem ik een theelepeltje en daarmee ga ik iedere dadel vullen met de pindakaas. Geen woorden, maar dadels. Alle dadels zijn nu gevuld met pindakaas en dan ga ik ze nu vullen met walnoten. En in iedere dadel gaat een halve walnoot, dus ik heb 5 walnoten nodig. En die kun je heel gemakkelijk door midden breken. Dan heb je 2 helften. En die gaan dus ieder in een dadel. En dit is volledig optioneel, maar ik vind het wel lekker om er nog wat cacaopoeder overheen te doen. Gewoon lichtjes met een theelepeltje cacaopoeder eroverheen. Het geeft echt een beetje een chocoladesmaak eraan. Ze zijn nu eigenlijk van zichzelf al heel erg lekker. Maar ik vind ze net wat lekkerder als ze eventjes in de vriezer gaan. Ik heb nog een restje bakpapier en dat doe ik even in een diepvriesdoosje. Bakpapier zorgt ervoor dat die pindakaas niet gaat kleven aan het doosje. Dus dan doe ik ze er 1 voor 1 voorzichtig in. Het liefst ook niet tegen elkaar aan. En dan heb ik hier de gevulde dadels. En als dit nou bevroren is, dan krijgt die dadel een beetje een toffee, karamelachtige structuur. En dan smelt dat zo in je mond en dat is zo lekker. Dus ja, dit is echt
het gewoon net snoep. Dit ga ik sowieso minimaal een uurtje even in de vriezer zetten. Het is nu bijna 9 uur in de avond en ik heb wel trek in een kopje thee. Ik heb nu wel trek in chai en ik laat je even zien hoe ik dat maak. Meestal neem ik Sonnatura chai met kurkuma of Celestial Seasonings chai. En vandaag ga ik voor deze. En dit laat ik ongeveer 5 minuten trekken. En intussen verwarm ik wat havermelk in de melkopschuimer. En bij de thee neem ik wat dadels die ik vanmiddag heb gemaakt. Die zijn nu echt goed bevroren. En als je ze een paar minuten gewoon kamertemperatuur laat komen, dan kun je ze gewoon gelijk eten. En in de thee doe ik meestal agavesiroop. Maar deze keer neem ik deze vegan honing die ik onlangs heb gekocht bij de Bijenkorf. Gewoon een flinke theelepel. En dat roer ik dan goed door. En daar gaat dan de opgeklopte warme melk bij. Dat roer ik even door. Gaat er nog een klein beetje kaneel over. En zo maak ik mijn chai latte. Echt zo simpel. Nou, ik ga hier heerlijk van genieten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doeg!